Kun je niet overal mening over hebben. Op bepaalde vragen had ik gewoon een paar verschillende antwoorden. De ene stelling meer dan de ander. Kan ik deze vragen krijgen? Ga ik mijn matties vragen wat ze zouden zeggen. Maar. Er moet een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren komen. Zij kunnen dan dienen in het leger, bij de politie of in de zorg. No. Nee man. Verplicht het leger in of bij de politie, dat nemen oneens. Helemaal oneens. Oneens! Oh my god. Nope. Want niet iedereen is hetzelfde en niet iedereen is geschikt daarvoor. Weet je wat het is? Het is allemaal wel goed. Respect voor alle soldaten, voor alle strijders. Maar als dat niet jouw ding is, is dat niet jouw ding. Snap je? Ja, ik zou het wel proberen om onderuit te komen. Gewoon omdat, weet je, jongen, we got enough shit to do. Gewoon, vind ik. Dan moet je zeggen, maar dat is de bias terwijl je niks hebt gedaan. Nee, man. Maar volgens mij is het een beetje een misvatting dat jongeren niet betrokken zijn in de maatschappij. Volgens mij zijn juist jongeren betrokken. Dus misschien kunnen we een dienstplicht maken voor de ouderen. Hè? Om discriminatie op basis van de naam te voorkomen, moet anoniem solliciteren bij de overheid en bij openbare instellingen de regel worden. Ja, toch? Waarom niet? Nee man, ik denk dat die mensen gewoon normaal moeten doen. Ik snap niet waarom je dat geen goede reden vindt, eerlijk gezegd. Dan kan je me liever afwijzen van tevoren dan dat ik daar kom en ik niet welkom ben, snap je? Mensen zijn toch blijkbaar onbewust, kiezen sneller voor Jan dan Mohammed. En doen heel veel mensen volgens mij ook niet eens expres. Anoniem solliciteren doen we niet, man. Ik kom gewoon met mijn gezicht, met mijn echte naam en alles. Win ik, verlies ik. Even goede vrienden, verlies ik op basis van mijn huidskleur of mijn afkomst. Is dat fucked up, kunnen we daar naar kijken. Maar ik ga het wel laten weten dat ik een Surinaamse jongen ben met dreads. Teelt en verkoop van wiet moet legaal worden. Let's go. Beter dan dit vage systeem wat we nu hebben, toch? Eens. Zoals van, ik vind dat het legaal moet worden. Maar wat ik zo slecht trek is van die mensen die allemaal zeggen, ja, wiet is vet gezond. Weet je, wiet is niet gezond. Het is wel gewoon drugs. Weet je wel, chill the fuck out met je herbologische semi-waarheden. Maar ik ben nogal pro-voorlichting. En als mensen het pilletje hebben, dat ze dat kunnen testen of het goed is of niet, et cetera. Ik bedoel, ik ken zat mensen, inclusief mezelf, die gewoon wel echt last hebben gehad van mentale issues door vetvol smoken. Ik denk dat je daardoor ook minder criminaliteit gaat krijgen als het legaal is. Dus lekker legaal kweken, zorg dat je je planten goed te eten geeft, dat ze goed verzorgd. En dan moet jij gewoon top of the line wiet leveren en dan kan je nog genieten van je oogst. De hoogste inkomensgroepen moeten meer belasting gaan betalen. Ik denk als ik heel rijk zou zijn, dan zou ik het niet erg vinden om meer te betalen. Ik vind niet dat als je meer verdient, dat je meer moet betalen. Man. Je moet de rest gewoon harder werken. Want meer belasting, dat zie ik gewoon als een straf. Laat me vrij zijn. Zou er niet gewoon een maximum inkomen moeten zijn in de wereld? En dat mag dan vet hoog liggen. Maar gewoon, als je een miljard hebt, daar stopt het. Als iemand goede argumenten heeft om het zo te houden, dan sta ik er absoluut open voor. Hoeveel vliegtuigen heb je nodig? Doe gewoon normaal en zorg even dat mensen kunnen eten en zo. Er moet meer geld naar kunst en cultuur. Ja, vind ik wel. Ja, eens, helemaal eens. Er moet meer geld naar kunst en cultuur. Als iemand luistert van de Tweede Kamer, of iemand dit ziet, of een van die partijen. Weet je waarom? Het brengt mensen bij elkaar. Het creëert genot, blijdschap. En je wordt er ook een stuk intelligenter van. In de praktijk gewoon. Want je kan van allerlei soorten mensen en culturen leren. Als je een subsidie aanvraagt, ik weet daar toevallig wat van. Daar gaat veel geld dummen naar klassieke muziek en jazz. Ook omdat die groepen heel goed weten hoe je dat moet doen. En ik vind het niet per se logisch dat zij meer geld kunnen krijgen dan popgroepen. Klinkt het misschien raar, want ik ben artiest. Ik vind het weird hoeveel geld er gaat naar klassieke concerten en orkesten en shit. Ik vind vooral dat het gewoon beter verdeeld moet worden. Dus nee, het hoeft eigenlijk niet van mij. Shaka. Als je daarop gaat lopen bezuinigen, zijn we alleen maar aan het werk. En we zijn al een soort van fabriek. Schiet niet op. Krijg je depressieve mensen van. De regering moet niet het bezit van de auto, maar het aantal gereden kilometers belasten. Oneens. Het bezit van de auto is ook milieuvervuilend. Maar ik vind zeker dat je moet belasten op de hoeveelheid die je rijdt en uitstoot. En gebruik maken van de weg. Ik vind het eigenlijk allebei. Ja, dat vind ik echt best wel goed plan eigenlijk. Maar ik ga gewoon met de trein eigenlijk, naar shows. Milieu is gewoon belangrijk, man. De uitgaven voor defensie moeten de komende jaren fors omhoog naar 2% van het nationale inkomen. Ik kan me ook voorstellen als je afspraken maakt, dat je daar aan moet voldoen. Waarom zou je aan de afspraak maken? Aan de ene kant denk je nee, want leger is slecht. Maar tegelijkertijd met alles wat er in de
hand is in de wereld, heb je zoiets van, ja, misschien is het ook niet zo'n heel goed plan als we echt de bitch van Donald Trump gaan worden. Dus vandaar, er mag wel wat meer. Want ik denk dat dat gaat helpen tegen de afhankelijkheid van Amerika. Maar ik vind eigenlijk dat ze omlaag. Ik vind eigenlijk dat we niet veel geld in defensie moeten uitgeven. Ik vind eigenlijk dat we het Europees moeten doen. Of ja, weet ik veel. Ik heb ook niet echt een mening over. Nederland moet meer geld uitgeven voor de ontwikkeling van arme landen. Eens. We hebben het zo goed hier. Het is belachelijk hoe goed wij het hier hebben. Ja. Maar daarbij moet ik zeggen dat we dat wel slim moeten doen. En bijvoorbeeld met dat Bloemen for Women fonds. Van dat soort dingen hebben we nodig. Ja, toch wel. Ze moeten meer geld geven, man. Help iemand oud, man. Help iemand oud. Het hoeft toch niet allemaal hierheen te komen. Indirect. Gooi je de grenzen dicht doordat je daar de situatie fixt. Kan die grenzen open blijven. Maar niemand komt. Probleem ook opgelost. Ja. Snap je? Nederland moet uit de Europese Unie stappen. No. Oneens. Nee. Because we ain't shit zonder Europa. Moet ik op Schiphol niet zo lang door de controle zijn? En de euro moet ook gewoon de euro blijven. Vragen? Kijk, wat komt eruit? GroenLinks, 74%. Artikel 1, ook 74%. En Partij voor Dieren, 72%. What? GroenLinks, 92%. Partij voor de Dieren, 84%. Artikel 1, 84%. SP, 63%. Artikel 60%, GroenLinks 53%. Ik ga sowieso nog even de laatste dagen benutten om goed research te doen en dingen te checken die ik nog niet weet. Stemwijzer.nl, check the situation.